Nou, meneer Maref, we staan hier in de Rijnstraat, in het winkelcentrum van Arnhem. Ja, volgens mij behoorlijk wat plekken hier waar dat lachgas ook te verkrijgen is. Kunt u dat even beschrijven? Nou, het is heel simpel eigenlijk. Ik denk in een straal van 50 meter kun je hier meer dan 10 winkels aanwijzen waarbij je dus lachgaspatronen kunt kopen. Dus mm-hmm. Zo makkelijk is het en daar is geen leeftijd aan gebonden. Dus jong, oud kan het krijgen. Ja. Gisteravond in de gemeenteraad heeft u hier vragen over gesteld aan de burgemeester. Wat wilde u van hem weten? Het doel van die vragen was eigenlijk, herkent u dat het een probleem is? Ziet hij ook dat het echt een probleem geworden is? In het begin was het nog een klein groep, nu zie je dat er steeds echt heel veel gebeurt. Over het hele land, niet alleen in Arnhem trouwens. Mm-hmm. Dus ziet hij dat het een probleem is en kunnen we daar een oplossing voor vinden? Mm-hmm. Want de mensen op straat, dus de agenten, handhaving, die lopen daar tegenaan. Mm-hmm. Die zien die kinderen dus echt ontdoofd worden, misselijk. En daar moet toch een oplossing voor gevonden worden. Ja. Daar begint denk ik ook wel gewoon het begin van een oplossing. Dus als je even kijkt, ja, wat kunnen we wel doen? Dat heb ik ook gisteren nadrukkelijk gevraagd. Mm-hmm. Het begon natuurlijk met, ja, er is geen landelijke wetgeving, daar wachten we op. En dat is ook goed. Ik bedoel, dat heb ik ook aangegeven. Mm-hmm. Staatssecretaris Blokhuis is ermee bezig. Mm-hmm. Maar in de tussentijd zie je wel dat we gewoon hier in de stad gewoon het probleem steeds verergen. Dus kunnen we kijken wat wij hier in de stad kunnen doen totdat er vanuit landelijk een oplossing wordt gedragen. En dat heeft hij toegezegd, dat hij het in ieder geval gaat onderzoeken, gaat bekijken. Ja. Dat is een mooi begin, nogmaals. Het gaat mij echt, waar ik mij persoonlijk vooral zorgen om maak, is als ik het koning zag hier in deze straat rondlopen, ik dan echt jongeren, echt kinderen zie rondlopen, rustloos worden. En we kunnen als gemeente niks doen omdat er een beetje onduidelijk allemaal is. Ja. De boodschap is eigenlijk naar het begin al bij de ouders. Ik bedoel, doordat het nu ook deze vragen worden gesteld en u de aandacht aan geeft, is het ook voor de ouders duidelijk van, goh, het is normaal niet zo onschuldig als dat het lijkt. Mm-hmm. Want als het thuis gebeurt en dan ze inhaleren één ballon, dan is er weinig aan de hand. Mm-hmm. Als je dat in de stad doet en je gaat er 10 achteruit, dan hebben we het ook ander probleem. Dus je wacht eigenlijk op landelijke regulering, zoals alcohol en tabak, en tot die tijd zegt u, beter even niet. Beter even niet. En burgemeester, neem een actieve rol aan in Den Haag en geef ook aan waar wij hier in Arnhem tegenaan lopen. Zodat die oplossing ook passend is voor ons.